bij de weekreading van deze week. En deze week is het super, super, super belangrijk dat je jezelf wat meer erkenning geeft. En dat je ook dingen waar je tegenaan loopt visueel gaat maken. We zijn namelijk een soort van kracht aan het wakker maken in onszelf. We zijn ook op zoek naar kracht in onszelf om bepaalde keuzes te maken, stappen te zetten en mooie dingen te doen. En daarbij hebben we die visuele aspecten heel hard nodig. Dat speelt echt een rol. En we hebben ook gewoon onszelf nodig. Dat is wat deze week brengt. We hebben onszelf nodig. Want het lijkt nu bijna wel alsof we ook een stukje door die nieuwe maan natuurlijk van vrijdag een beetje aan het rotzooi zijn. Een beetje aan het zoeken zijn. Zo kan ik het zeggen. Een beetje naar veiligheid aan het zoeken zijn. Een beetje naar bevestiging aan het zoeken zijn ook nog. En het is deze week gewoon belangrijk dat jij tegen jezelf kunt zeggen: ik ben goed. En ik doe het goed. En ik ben krachtig. En ik heb het goed gedaan. En het helpt dan ook heel erg deze week als jij achterom durft te kijken naar je verleden. En durft te zeggen: fuck it. Moet je eens kijken hoeveel ik bereikt heb in alles. En ik weet dat dat niet altijd even makkelijk is. Maar het helpt wel enorm. Ik merk deze week ook dat je gedachten kunnen overspoelen. Er is gewoon veel gaande. Er is gewoon, zeker met een stukje veiligheid van die nieuwe maan. Een stukje, hoe heet het? Een stukje gedachten er dus weer bij. Twijfel is niet zo heel erg aanwezig, maar wel van het zoekende. Het is een beetje onrustig. En niet op een manier zoals we gewend zijn, maar toch wel weer ergens wel. Wat dus ook helpt, is als jij je doelen, wat ik net ook al zei, op papier zet. Geef jezelf die visuele houvast. Die heb je deze week in ieder geval heel hard nodig om vooruit te komen. Want het kan ook zijn dat je door dit hele proces een beetje moe bent. Is logisch, heeft niet iedereen last van. Maar dan is het juist fijn als je daar je energie en je kracht uit kunt putten. Omdat je daar vooruit wil en daar trots op kunt zijn. Dat is de bedoeling van deze week. En als je dat gewoon onder de knie hebt, hoeft het helemaal geen intensieve week te zijn. Dus doe dat voor jezelf. Er is helemaal niet veel aan de hand. Mag je er lekker van genieten. Qua steen is de fluoriet deze week een ideale steen. En waarom zeg ik dat nou? Ik bedoel, het is dus helemaal niet zo'n denkweek. En fluoriet is natuurlijk voor helder denken, als we hem heel algemeen en kort oppakken. Klopt, maar het is wel ook een hele grote rustbrenger. En ik merk gewoon dat als je hiermee bezig bent en echt in de energie van deze week zit, dat je best wel heel erg druk in je hoofd kan worden en ook last kan hebben van blokkerende gedachten en van twijfels aan jezelf, hè, die twijfels en weer op zoek naar die goedkeuring van jezelf. En dat ook die gedachten een soort van een brei kunnen worden. En die fluoriet die helpt je om je gedachten helder te houden en daarin ontspannen te houden. Ik heb toevallig een fluoriet hanger aan op dit moment. En fluoriet is een doorzichtige groen met paarse steen. Hij kan ook helemaal groen zijn, kan ook helemaal paars zijn, kan ook met wit zijn. Maar dat is wel een hele fijne steen om dat hoofd rustig te houden deze week. Voor de rest helpt het heel erg als je bijvoorbeeld lekker omringd bent door kamille, jasmijn in geur of in theeën. Dat kan natuurlijk ook. En ook eucalyptus doet het deze week heel erg goed om ons zuiver te houden en ook los te laten. Dus als geur is die heel erg fijn. Bijvoorbeeld in een body lotion of een doucheschuim of lekker in de oliebrander. Zijn dat hele fijne dingen om je mee te omringen. Als je last hebt van je hoofd kun je ook denken aan lavendel. Die geur kan daarin rust brengen. Dus dat is ook heel fijn. Om dat gewoon bij je te houden. Qua valkuil is het dat jij jezelf af gaat kraken. Dus dat je doordat dit onrustig is, toe gaat geven aan de kritiek die je op jezelf hebt. En jezelf op die manier veel meer naar beneden haalt. Want die neiging hebben we en dan raken we gefrustreerd. En dan worden we moe. En dan hebben we geen zin meer. En dan gaan we in de rennen staan. En dan komt er gewoon niks meer uit onze handen. Op het moment dat je wat je talent is, dus gaat doen wat goed voor je is, dat is echt dat visueel maken waar je naartoe wilt. En dat trots zijn op wat achter je ligt. Zodra je daarmee bezig gaat zijn en jezelf ook complimentjes voor durft te geven, gaat het gewoon top. En hoeft dit helemaal geen moeilijke of ingewikkelde week te zijn. Besef dus ook dat de mensen om je heen behoorlijk gefrustreerd kunnen zijn. Zeker als ze heel onzeker zijn, dan kunnen die mensen best wel kattig doen. En dat is oké. De mensen die gewoon lekker in hun vel zitten, zullen deze week juist vrolijker zijn. Negeren in die zin, ze zijn gewoon lekker melig. Het gaat goed met ze, geniet ervan mee. Dat was de weekreading van deze week. En dan wens ik jullie voor nu een hele fijne dag toe.